Wie goed kijkt naar deze hoogstam boomgaard, ziet dat de bomen keurig in een rij staan. Ook is er een variatie van voornamelijk appel- en perenbomen. Bezoekers lijkt dat niet zo op te vallen. Zij hebben meer oog voor wat er aan de bomen hangt. Mensen kunnen gewoon de appels hier plukken. Ja, in zekere zin wel. Er lopen meerdere voetpaden door de boomgaard. En ja, zie je, dat is een soort struingelegenheid. En kom je een lekkere appel tegen, zoals hier bij deze sterrenappelenboom. Ja, dan zie je gewoon dat mensen spontaan een paar appeltjes meenemen voor hun eigen. En er is niks mis mee, denk ik. En de sterappel is favoriet? Ja, van oudsher is een sterappel wel een hele bekende soort. Omdat hij ja, heel mooi van kleur is, mooi rood, mooie sterretjes. Mensen deden veel werk om dit appeltje mooi te tonen. Door ze op stro te leggen en dan telkens te draaien. Dat ze mooi afrijpt, een mooie kleur hadden. Dan had je ze op de fruitschaal thuis natuurlijk. Ja. Ze komen hier met 2 tassen, maar als ze hier met 20 tassen komen... Dan hebben we wel een probleem, want dan kunnen wij en zelf geen fruit meer rapen. En de fauna wat er ook van leeft, die zou dan ook te weinig hebben. Maar zoals je ziet, er hangt voldoende fruit. Dus die paar appeltjes die kunnen we best wel missen, als we die mensen daar een plezier mee kunnen doen. We hebben de appels even gelaten voor wat ze zijn. We staan nu bij een perenboom. En ja, een boom die geënt is, begrijp ik, hè? Ja, en ook goed zichtbaar geënt. Althans, nu zie je het heel goed. Dus deze entknobbel is duidelijk dat hier ooit een ent op geplaatst is. Ja, wat is dat precies, enten? Ja, die ent, je moet je zo denken. Je moet een groeikrachtige, sterke onderstam hebben. Zodat die boom veel voedsel kan geven. Zodat die stevig staat. Maar de peer wat erop groeit, in dit geval de peer... Dat is eigenlijk niet zo heel lekker. Nee. Nou, en je hebt ergens anders gezien dat er best wel goede peren zijn. Ja. Dat maakt de boomkweker in dit geval. Die maakt een snede in een stammetje van de opgekweekte boom. Zet daar 1 of 2 enten op van een peer die wat je wil hebben. Vervolgens ga je die boom ophalen. Je plant hem hier. Je laat hem 70 jaar groeien of misschien nog wel langer. Een prachtige, vitale, mooie perenboom. Ja. Maar je kunt er ook nog een keer op griffelen. Griffelen? Kun je ogen omzetten en dan kun je in die ogen weer nog een lekkere peer zetten, zodat er 2 of 3 soorten peren op een boom komen. Okay. Dat kan ook. Ja, onmisbaar bij het beheer, toch? Ja, hulpjes. De koeien, ingeschaarde koeien van lokale landbouwers. En dus wel een appeltje? Ja, ze zijn vandaag heel erg tam en dat zie je wel. Ze willen eigenlijk graag door naar de hoogstam. Daar is het eten. Maar ze moeten nog even hier blijven. Die helpen ons aan het beheer van het grasland. Mm-hmm. Van het kruid- en faunarijk grasland. Dus die vegetatie bouwen, mm-hmm. die ruwte. En in die ruigtes, daar leven heel veel insecten en ook veel... Die ruimen vaak weer luizen op hun bomen. En daarom mag het hier wat ruwer zijn. En wacht, er is me eentje aan het opeten. Achter me. Oh, die heeft heel erg honger dan, hè? Per se door. Ja. En daarnaast doen wij het snoeien van de boomgaard. Maar dan meer snoeien op behoud van de bomen. Dus om de bomen vitaal te houden. Ja. Productie is van ondergeschikt belang voor ons. Als we de bomen en zeker de oude reliquieën nog maar heel lang kunnen behouden. We verlaten de grootste hoogstamboomgaard van Nederland en gaan naar een thuisboomgaard. Daar hoort ook wel een aardig stukje grond bij trouwens. Het is de ideale plek voor een proeverij van lekkernijen gemaakt van appels.